Tjana Valente, ben 17 jaar. Ik ben een echte Groninger. Ik woon op dit moment zelf in Zuid-Laren. En ik speel al 7 seizoenen hier bij FC Groningen. Ja, je hebt je eerste contract getekend. Hoe voelt dat? Ja, natuurlijk super blij. Als kleine jongen droom je hier natuurlijk van. En als het uitgerekend ook nog bij Groningen is, is dat natuurlijk super mooi. Ook omdat je al 7 jaar in de jeugd speelt. Dus echt in de jongensdroom. Luciano Valente, een jongen die al een aardige tijd bij ons in de opleiding zit. Die daar zijn stappen heeft gezet en nu eigenlijk bij onder 21 is aanbeland. Daar heeft hij vorig jaar al mee getraind. Alleen ja, voor corona natuurlijk helaas weinig kunnen spelen. Zo nu en dan wel een oefenwedstrijd, ook in samenwerking met het eerste. Luciano is een hele fijne middenvelder met een goede techniek, creatief, die vooral aan de bal het verschil kan maken. Tegelijkertijd heeft hij ook nog wel een aantal mooie ontwikkelpunten. Maar hij is in ieder geval een jongen waarvan we denken dat hij het in zich heeft om de volgende stappen te gaan maken. En daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. Je traint nu ook al mee met het eerste elftal, hoe is dat? Klopt, dat is natuurlijk een hele mooie ervaring. Elke dag met zulke spelers op het veld te mogen spelen. Voor mij als jongen van 17 is het natuurlijk in het begin even wennen. Omdat je komt echt met grote kerels en dat is toch wel even wennen. En ze vangen me goed op, dus dat maakt het allemaal makkelijker. Ik kan daarom ook goede band met sommige spelers van het eerste. En verder helpt iedereen me gewoon goed. Ja, met welke spelers van het eerste heb je een goede band? Met Messerhoed, die helpt mij veel. Nou, Mike de Wierik, dat merk je wat, die zijn vooral de ervaren spelers, weet je wel. Die pik je goed op. Dus als jongen is het gewoon heel fijn. My name is Brian and I'm from Norway and I'm 17 years old. Ja, Brian is een behendige buitenspeler die zowel links als rechts kan spelen, maar ook nog vanuit de nummer 10 positie. Ja, die diepgang heeft en ook heel wendbaar is en ja, dat konden we wel gebruiken in 08. Ja, hij is een paar maanden geleden is hij een week op proef geweest. Toen heeft hij een prima indruk achtergelaten. En nu heeft hij een huurconstructie met zijn club overeengekomen dat we hem een jaar hier kunnen ontwikkelen. En de afgelopen week is hij hier geweest, heeft hij meegetraind met onder 18. Volgende week gaat hij meetrainen met onder 21. Kennis gemaakt met zijn gastouders en het gastgezin, alles geregeld, zodat hij 2 augustus in de voorbereiding met ons kan aansluiten.